Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn officiële Nederlandse feestdagen. Ze komen uit het christendom, maar wat wordt er eigenlijk gevierd en herdacht? Op de laatste vrijdag voor Pasen wordt Jezus Christus gekruisigd door de Romeinen en neemt hiermee de zonden van de mensen op zich. 2 dagen later, op Paaszondag, staat Jezus op uit de dood. Hij blijft 40 dagen bij zijn apostelen. In deze tijd legt Jezus nog eens uit wat de betekenis is van alles wat hij deed toen hij nog leefde. Op de 40ste dag na Pasen laat Jezus zijn apostelen weer achter en gaat hij naar de hemel. Jezus belooft de geest van God te sturen. Op de 50ste dag na Pasen, 10 dagen na hemelvaart, komt de beloofde Heilige Geest dan ook naar de apostelen.